Topdrukte bij de vierjaarlijkse 112-dag in Hoogeveen. Duizenden mensen krijgen zaterdag een kijkje in de keuken van de veiligheidsdiensten. De bezoekers worden onder meer getrakteerd op een gezamenlijke oefening van politie, brandweer en ambulancedienst. Het loopt al gigantisch mooi door. En het is vrij druk hier in de winkelstraat, dus laat maar komen die mensen. Hoeveel verwacht u? Nou, tussen de 15.000 en 20.000 moet sowieso wel te halen wezen. En waarom is het interessant voor hem? Nou, vooral omdat hij polities en ambulances, dat spreekt natuurlijk jongens wel heel erg aan. Wat ik straks laat zien, dat is als we een goed gasmengsel in een woning hebben en er komt een ontsteking bij, ja, dan gaat het dak eraf. En daar hebben we vrij recentelijk nog weer een voorbeeld van gezien in Urk. Ja, en we willen dat niet beleven. Gerard zal even laten zien wat er gebeurt op het moment dat je er water overheen gooit. Wat dan het effect is. Heb je ook wel een beetje wat met vuurtje stoken, of niet? Ik heb het ooit één keer gedaan met olie, maar dat doe ik dus niet meer. Als het aan de organisatie ligt, komt er over 4 jaar weer een 112-dag in Hoogeveen.